Ik wil jullie hartelijk bedanken voor het kijken naar iedereen kan haken, de duimpjes omhoog en abonneren, op de foto klikken. Ja, jullie maken heel veel leuke dingen en deze keer gaan we een trui maken, de Leaf Sweater. Ja, de foto's die staan al hier voor de video. Ja, ik ben heel enthousiast over deze trui. Ja, je ziet gewoon een heel leuk patroontje. Kijk, hemdje eronder en je bent echt helemaal klaar met je trui. Je kan natuurlijk ook in de winter een zwart hemdje met een zwarte broek of een spijkerbroek eronder. Ja, ik vind hem helemaal geweldig geworden. En ja, met dank ook aan de foto's, aan het model Stephanie. Die werkt ook zo leuk mee met hoe de trui dus op de foto komt. En als je iets leuks gemaakt hebt, stuur die naar mij op. Ik zet ze op Facebook als je dat wil. En een leuke tekst erbij, hoeveel wol je gebruikt hebt en ja, of je er plezier aan gehad hebt. Maar dan gaan we nu gauw beginnen. En dit wordt dus de Leaf Sweater. Kijk het hele filmpje lekker tot het einde af en geniet ervan. En dan zie ik je zo weer terug. Tot zo! Het op te zetten losse steken voor maat M is 120 lossen, maat L 134 lossen en maat XL 148 lossen. De steek is deelbaar door 14, dus iedere keer tel je 14 steken erbij. Wil je bijvoorbeeld maat XXL, dan tel je er 14 steken bij. Of maat S, dan tel je 14 steken af. Voor de mouw heb je nodig aantal lossen maat M 56, maat L 70 en maat XL 84 lossen. En hier geldt ook weer de herhaling van 14 steken. En dan zie ik je zo weer terug. Tot zo! We beginnen de eerste toer met 3 lossen. En dan gaan we in de eerste steek, en dat is deze steek, gaan we een verlengd stokje zetten. Dan maak je 2 lossen. En dan sla je 1-2 steken over. En dan gaan we 2 steken in die derde steek zetten, dus dan gaan we 2 keer een stokje in maken. Dan gaan we 1 stokje zetten in de volgende 3 steken. Twee, drie. Dan gaan we 3 lossen maken en we slaan 3 steken over. Dus we gaan 3 lossen maken. 1, 2, 3. En we slaan 3 steken over. 1, 2, 3. En dan gaan we weer in 1 stokje in de volgende 3 steken maken. Twee, drie. En dan gaan we in de volgende steek 2 steekjes maken, 2 stokjes, 2 verlengde stokjes. 1 en 2.
Dan gaan we 2 losse maken en we slaan 2 steken over. Dan gaan we 1-2 steken overslaan en dan gaan we hier weer 2 stokjes in de volgende steek maken. En dan gaan we weer in de volgende 3 steken gaan we weer een stokje zetten, dus een verlengd stokje. Dus dit is 1. Dit is 2. En dit is 3. Zie je hoe het er dan uitziet? Dan heb je hier de meerdering gemaakt. En vanaf de 3 lossen, dus vanaf deze 3 lossen, dit herhaal je iedere keer. Dus je maakt die 3 lossen, je slaat 3 steken over, 1 stokje in de volgende steken, dan in die 4e steek 2 stokjes, dan sla je, maak je 2 lossen en sla je 2 steken over, dan doe je weer 2 stokjes in 1 steek en dan weer 3 stokjes. En dit herhaal je heel toer 1. En dan zie ik je dadelijk hier op het eind, daar zie ik je weer terug. Tot zo! En we zijn op het einde van de eerste toer. En dit is het begin weer van de toer hier. Maar we moeten nog 1 blaadje maken. Dus even kijken hoe dat we hier zijn begonnen. 1, 2, 3 steken slaan we over. Dus we slaan 1, 2, 3 steken over. We maken 3 verlengde stokjes. 1. Twee, drie. We gaan 2 stokjes samen haken. En we maken 2 lossen. En we gaan in de laatste steek, deze steek, gaan we nog een verlengd stokje maken. En we sluiten de toer hier bij het begin van de toer in de opening en we halen de draad op en we halen door de lussen. En dan gaan we nu beginnen met toer 2. Tot zo! We beginnen nu aan de tweede toer met 3 lossen. En we beginnen iedere keer met een verlengd stokje op het eerste stokje te zetten. Een losse en we gaan nu, kijk, hier hebben we de meerdering gedaan, maar hier gaan we een verlengd stokje op zetten en op de volgende steek een verlengd stokje en op die 3e steek ook. Dus we gaan 3 verlengde stokjes maken. Eén. Twee, drie. En dan gaan we nu 2 verlengde samen haken, 2 verlengde stokjes. Dus we steken in, we halen de draad op, we doen 1 losse,
Dus minstens één keer doorhalen. Omslaan door 2. Dan hebben we 2 lussen op de haaknaald. En dan pakken we de volgende steek op. Dus we slaan om, we steken in. We halen de draad op. Omslaan door 1. Omslaan door 2. En dan hebben we 1, 2, 3 lussen op de haaknaald. En dan gaan we omslaan door 3 lussen. Kijk, en dan hebben we netjes deze 2 steken samengehaakt. Dan gaan we in toer 2 5 lossen maken. 1, 2, 3, 4, 5. En dan gaan we naar dit groepje toe. En daar gaan we de volgende ook weer samen haken. Dus de volgende 2 steken gaan we netjes weer gebruiken. En dan maken we 1 steek van eigenlijk. Dus je steekt in, je slaat om, je haalt door. Omslaan door 2. Omslaan en je pakt de volgende steek. Je haalt je draad op. Omslaan door 1. Omslaan door 2. En je hebt 1, 2, 3 lussen op je haaknaald. Omslaan door 3. Zie je, dan heb je deze ook weer samengehaakt. En dan gaan we weer 3 verlengde stokjes maken op elke steek 1. Zie je dat je dan zo mooi al het de mindering krijgt en hier de mindering. En nu gaan we naar het andere blaadje, zeg maar, de volgende. En dan gaan we meteen oversteken. En dan gaan we hier geen lossen meer tussen doen, maar dan steken we meteen over en dan doen we dit weer in spiegelbeeld. Dan gaan we 1, 2, 3 stokjes maken en 2 samen. Dus 1 een verlengd stokje, de volgende een verlengd stokje en de volgende een verlengd stokje. Zet de afspeelsnelheid langzamer als het te snel gaat en deze gaan we samen haken. Dus insteken, draad ophalen door 1, omslaan door 2. 2 lussen op de haaknaald, insteken, draad ophalen, omslaan door 1, omslaan door 2, 3 op de haaknaald en nu gaan we ze samen pakken, die 2, omslaan door 3. En nu ga je de herhaling pakken vanaf hier, dat je die 5 lossen weer hebt en dan weer dit groepje herhalen. En dan zie ik je op het einde van toer 2. Dan zie ik je weer terug. Tot zo. Dan zijn we nu op het einde van de tweede toer. En dan gaan we dit blaadje maken. En dit blaadje, dat beginnen we met 5 lossen. Want dat is de herhaling. Hè? Dus je hebt hier die 5 lossen gedaan. En dan gaan we dit blaadje maken met 2 samenhaken en 3 stokjes. Dus we gaan naar de eerste steek van dit blaadje. We gaan er 2 samenhaken, 2 steken. Kijken of die goed scherp staat. Dus je maakt je verlengd stokje niet helemaal af. Je pakt de volgende steek. En je haalt door 3 lussen. Dan gaan we 3 verlengde stokjes maken.
1. En in de laatste steek. En dan gaan we 1 losse maken. En dan gaan we die toer hier, dit is nog 1 stokje, daar gaan we nog een verlengd stokje op zetten. Dus op het verlengde stokje nog een verlengd stokje. En dan gaan we de toer sluiten, toer 2 hierin. Je haalt je draad op en je haalt hem door de lus en dan heb je je toer gesloten. Zie je, dan heb je hier een blaadje dadelijk en hier een blaadje. En dan gaan we naar toer 3. Dan zie ik je zo weer terug. Tot zo! We beginnen toer 3 met 3 lossen. 1, 2, 3. 1 verlengd stokje op het eerste verlengde stokje. En dan gaan we meteen een verlengd stokje op de eerste 1-2 stokjes maken. Dus 1 en op de volgende. En dan gaan we weer 2 steken samen haken. Dus we weten hoe het moet. We steken in, we halen de draad op, omslaan door 1, omslaan door 2 en we pakken de volgende. En we halen ze de alle 3 de lussen. Dan gaan we 3 lossen maken. 1, 2, 3. En we doen hier in deze opening 2 stokjes zetten. 2 verlengde stokjes. Dit is 1. En de volgende. Dit is 2. En weer 3 lossen. En dan gaan we naar het volgende bloemblaadje en dan beginnen we aan deze kant. Gaan we 2 verlengde stokjes haken. Tenminste 2 gaan we samen haken. Dus dit is weer een half verlengd stokje en dan in de volgende steek die pakken we ook weer op. Een half en we halen door 3 lussen. Dan gaan we in de volgende 2 steken een verlengd stokje maken. Eén. Twee. En dan steken we gelijk over naar dit volgende groepje. En dan gaan we weer 2 het spiegelbeeld doen. 2 verlengde stokjes. En 2 samenhaken. Dus deze 2 gaan we weer samenhaken. Omslaan door 3. Zie je hoe toer 3 eruit komt te zien? En dan ga je eigenlijk weer verder. Nu vanaf deze 3 lossen, 2 stokjes, 3 lossen. En je gaat weer een blaadje maken met 2 samenhaken, 2 stokjes, 2 stokjes, 2 samenhaken. En zo maak je heel toer 3 af. En dan zie ik je op het einde van toer 3, dan zie ik je weer terug. Tot zo!
We zijn op het einde van de derde toer. Ik zal eventjes de camera goed zetten. Zo. Einde van de derde toer. En nu gaan we dat laatste plaatje nog maken. En dat is dus even nakijken. We beginnen met 2 samenhaken en 2 stokjes. Dus in die steek 2. Ja, dus de mindering, hè? Dus 1, 2. Die haken we samen. Dan nog 2 stokjes. Dus ieder 1. Dit is 1. En de volgende 1. En dan even kijken hoe we eindigen. We doen nu geen losse meer, maar we zetten meteen op deze laatste een verlengd stokje in toer 3. Dus. Hier. En dan sluiten we toer 3 met een halve vaste. Zo. Dan komt het er zo uit te zien. Zie je dat je dan hier nog een blaadje hebt en hier een blaadje tussen die nieuwe toer in. En dan zie ik je op toer 4. Dan zie ik je daar weer terug. Tot zo. We beginnen de vierde toer met 3 lossen. 1, 2, 3. Dan gaan we weer een verlengd stokje hier op deze eerste steek maken. Deze. Een verlengd stokje. En dan gaan we een stokje op het volgende stokje zetten. Een verlengd stokje. Je mag ook gewone stokjes gebruiken bij dit patroon, maar ja, ik vond verlengde stokjes het mooist. En dan hou je 2 steken over in toer 4 en die ga je samen haken. Je steekt in, je haalt je draad op, omslaan door 1, omslaan door 2, omslaan. En de volgende insteken, draad ophalen, omslaan door 1, omslaan door 2. Je hebt weer 3 lussen op je haaknaald, omslaan door 3 lussen. Dus dan heb je er van 2 steken 1 steek gemaakt. En dan gaan we 3 lossen haken. 1, 2, 3. Dan gaan we op dit stokje, dit eerste verlengde stokje, hier gaan we 3 verlengde stokjes op maken. Dus je maakt hier 3 verlengde stokjes op. 1, 2, 3. Dan gaan we 1 losse doen, 1 losse ertussen. En weer op het volgende stokje, hier verlengde stokje, gaan we weer 3 verlengde stokjes maken. Een, twee, drie. Dan gaan we 3. Ik ga even mijn armband afdoen of mijn horloge af, want ik heb hier nog alles om. Zie ik hier, hup, bandjes af. Want het tikt de hele tijd. Dus we hebben nu 3 verlengde stokjes gedaan in toer 4. En dan gaan we weer 3 lossen maken. 3 lossen. 1, 2, 3. En dan gaan we in toer 4 weer 2 steken samen haken. Dus we gaan weer eentje niet helemaal afmaken. De tweede pakken we weer op. Dus we hebben 2 steken, gaan we samen haken. En we halen weer door 3 lussen. Dan gaan we 2 verlengde stokjes maken.
1, 2 en de volgende 1, 2 die gaan we weer samen haken, dus we gaan we niet helemaal afmaken. 1 en de volgende niet helemaal afmaken, dus die 2 gaan we samen haken en weer door 3. Zie je hoe het er dan uit komt te zien in toer 4? Nou, dan ga je weer herhalen. Vanaf dit punt ga je weer 3 lossen doen en dan weer 3 verlengde stokjes, 1 losse, 3 verlengde stokjes en 3 lossen. En dan ga ik weer doorhaken en op het einde dan zie ik je weer terug. Dus de herhaling bij toer 4 begint hier weer. Dus hier begin je weer aan dit punt hier met 3 lossen en zoals ik het net heb uitgelegd. En dan zie ik je op het einde van toer 4. Dan zie ik je weer terug. Tot zo! We zijn nu op het einde van de vierde toer en we gaan nog op het laatst hier 2 stokjes of 2 verlengde stokjes samen haken. Dan nog 1 stokje op de volgende steek. En dan pakken we weer de laatste steek. En we sluiten de toer met een halve vaste. En dan is dit de vierde toer. En dan zie ik je weer terug bij toer 5. Tot zo! We zijn nu met toer 5 bij toer 5 en we beginnen met 3 lossen. 1, 2, 3. We maken 1 eerste verlengde stokje. En we gaan 2 steken samen haken. Dus je maakt hem weer niet helemaal af, je pakt de volgende. En je haakt hem samen. Dus dit is al het beginnetje van toer 5. Dan 2 lossen. 2 lossen maken we nu. 1, 2. En dan gaan we meerdere. Dus we gaan deze steek, die eerste steek van dit volgende groepje, gaan we 2 steken opzetten. Dan 2 verlengde stokjes, 1 hierin in de volgende en nog 1 in de volgende. Ik zal het even rustig uitleggen. Ik heb hier dus de eerste verlengde stokje en toen hebben we van 2 steken 1 steek gemaakt, dus geminderd. Toen 2 lossen en toen hier de meerdering, 2 verlengde stokjes en dan nog 2 gewoon in 1 steek een stokje en andere steek een verlengd stokje. Dan 2 lossen, 1, 2 en dan gaan we het weer een spiegelbeeld doen, dus dan pakken we de volgende steek die we zien, daar gaan we 1 verlengd stokje zetten, op de volgende weer een verlengd stokje. En dan gaan we meerdering doen, 2 stokjes in deze steek, dus 2 verlengde stokjes. Het is een beetje lastig omdat ja, je bent gewend om stokjes te maken, maar nu doen we dus verlengde stokjes. Dan komt het een beetje zo eruit te zien. En dan gaan we het nu nog leuker maken. Nu gaan we 2 lossen maken en we gaan dit groepje bij elkaar zetten door middel van eigenlijk een ik zal het zo uitleggen, eerst 2 lossen maar doen, 2 lossen en nu gaan we dus in toer 5 gaan we van die 4 steken gaan we 1 steek maken, dan gaan we omslaan, insteken, dan
en we maken het verlengde stokje niet helemaal af en dan gaan we bij iedere steek doen. Dus je steekt in, je haalt je draad op, omslaan door 1, omslaan door 2. Dus nu heb je 2 steken op je haaknaald. De volgende doen we het weer. En bij de volgende doen we dit weer. En als het goed is, heb je dan 4 van die onafgemaakte stokjes en die laatste steek. En dan halen we om en dan gaan we door alle 5 te lussen. Dan heb je 5 lussen op je haaknaald. Dus dan gaan we door alle lussen. Zie je? Kijk, dan krijg je ook die leuke punt erin. Dan gaan we weer 2 lossen maken. 1. 2 en dan pak je in toer 5 de herhaling hier vandaan. Dus je maakt weer in de volgende steek die je dan hier ziet, ga je weer 2 steken in 1 steek doen. Een stokje op een stokje, een stokje op een stokje. Het zijn de verlengde stokjes, 2 lossen. Dan in het spiegelbeeld een stokje op een stokje, verlengd stokje op een verlengd stokje. Dit dus ook en 2 in 1 steek en dan 2 lossen en dan gaan we 4 steken in 1 steek maken en dan zie ik je op het einde, dan zie ik je weer terug. Tot zo! We zijn nu op het einde van toer 5 en als het goed is heb je dus hier nog 1, 2 steken in de laatste steek en die deze 2 gaan we weer samen haken, dus we maken van 2 steken 1 steek. En we pakken de laatste verlengde stokje. En we sluiten toer 5 met een halve vaste. En dan komt het er zo uit te zien. Ik zal het even laten zien. Als het te snel gaat, zet alsjeblieft de afspeelsnelheid langzamer. En dan zie je dat het zo dit toer 5 is, dat je die zo eindigt. En dan zie ik je bij toer 6 weer terug. Tot zo! We beginnen aan toer 6 met 3 lossen. 1, 2, 3. We maken in het eerste steek weer een verlengd stokje. Dan maken we, even kijken, 2 lossen. 1, 2. En dan gaan we op dit groepje gaan we 2 steken in de eerste steek zetten. Dus we meerdere. En dan gaan we 3 verlengde stokjes maken. Dus op elke steek 1 verlengd stokje. Dus op elke steek 1 verlengd stokje. Dan maken we 3 lossen. 1, 2, 3. En weer op elke steek. Op het volgende groepje. Zie je dat je die dan overslaat? Gaan we 3 verlengde stokjes op elke steek 1 verlengd stokje en dat doen we 3 keer. Dus 3, 1, 2, 3. En dan gaan we hier weer meerdere, dus eigenlijk het spiegelbeeld weer van deze kant met 2 verlengde stokjes. In 1 steek. Kijk, en dan kom je over die punt hierheen, deze punt, die laatste toer van toer 5. En dan gaan we in toer 6 gaan we 3 lossen maken. 1, 2, 3. En dan ga je hier overheen. En dan gaan we weer dit herhalen. Dus je maakt weer 2 stokjes of 2 verlengde stokjes in 1 steek en dan in elke steek 1 verlengd stokje en hier tussen doe je 3 lossen, 3 verlengde stokjes en de meerdering 2 en dan weer 3 lossen. Dus zo herhaal je
Dan ga je hier weer met 2 verlengde stokjes in. En zo herhaal je heel toer 6. En dan zie ik je op het einde. Dan zie ik je weer terug. Tot zo! We zijn nu op het einde van toer 6. Zie je dat we hier die 2 die meerdering gedaan hebben. En op het einde doe je nog maar 2 lossen. 1, 2. En dan gaan we deze overslaan. En we zetten in die laatste, daar zetten we nog een verlengd stokje op. Dus in de laatste een verlengd stokje. En dan sluiten we weer de toer met een halve vaste. En dit was toer 6. En dan zie ik je bij toer 7. Dan zie ik je weer terug. Tot zo! Toer 7 is hetzelfde als toer 2. Omdat je iedere keer de herhaling ingaat. Dus toer 7 is hetzelfde als toer 2. Dus dan kijk je weer even terug hoe dat toer 2 ging. En dan kom je hier boven precies uit. En dan ga je hier weer met 5 lossen verder. Zoals je hier in toer 2 hebt gedaan. Dus toer 7 is hetzelfde als toer 2. Toer 8 hetzelfde als toer 3. Toer 9 hetzelfde als toer 4. Enzovoort, enzovoort. Dus je gaat iedere keer de toeren herhalen. Ja, je kan natuurlijk ook het patroon bestellen als je dat wil via iedereenkanhaken@hotmail.com of je stuurt mij een messengerberichtje en ik stuur je een tikkie. Dat gaat eigenlijk ook altijd heel erg goed. Dus dan gaan we nu de lengte van de mouwen even bepalen en dan zie ik je zo weer terug. Tot zo! Je haakt het hele patroon door tot je oksel en ik kom hier op, ja, zeg maar 50 centimeter. Ik kan het net niet zien. 50 centimeter. Dan zet je een steekmarker aan de rechterkant en je zet een steekmarker aan het begin van je toer bij de oksel. Leg hem anders even op een passend truitje en haak door tot de oksel. En zolang als dat jij het truitje wil hebben. Dus het patroon gaat gewoon door en het maakt niet uit waar je stopt, maar ik ben hier gestopt bij de even kijken hoor, 1, 2, 3, 4, 5e rij vanaf deze middenpunt, dus vanaf die 2 stokjes, daar stop ik, dus ongeveer tot 50 centimeter, of zolang als dat jij jouw trui wil hebben. Dus dit is de oksel, ik haal even de, zie je, dat je hier de begin van de toer hebt, en dan kijk je ook even goed of het je midden is, dus je hebt hier je oksel, en hier ook zo. En dan ga je in het midden. En het liefst in het midden van een blaadje of het midden van je trui. Dus eigenlijk heb ik hier dus het midden. Ik heb hier 1, 2 blaadjes. En hier 1, 2 blaadjes. En hier een halve. Dus dit is niet het midden. Zie je? Dan kan je wel eens je vergissing maken. Dus ik leg even mijn camera neer. En dan ga ik even het midden opzoeken. Momentje. Ik heb dus even doorgehaakt de oksel hier zo in het rond, het patroon aanhouden en hier ook bij de oksel, je houdt het patroon aan en nu denk je dat je in het rond verder moet gaan haken, maar dan wordt hij echt te wijd, dus ik ga nu van, kijk, hier is weer het beginstokje en ik heb hier doorgehaakt tot ongeveer 7 of 8 centimeter, hou 8 centimeter aan, dus dat was helemaal in het rond. Maar nu gaan we, ik heb hier het beginstokje, nu gaan we deze vastmaken aan de mouw dadelijk. En dan gaan we niet in het rond haken, maar dan gaan we van links naar rechts haken en dan gaan we hier weer het stokje vastmaken en dan gaan we weer terughaken. Dus we gaan niet meer in het rond haken, maar we gaan van links naar rechts haken. En ik zal het zo nog eventjes op camera laten zien. Maar je gaat dan tot deze steekmarker en dat is nog 10 centimeter.
10 centimeter ga je van links naar rechts haken en je houdt je haakt het bij de mouwen weer vast en dat laat ik zo zien van links naar rechts. Dus ja, je krijgt nu dadelijk wel een achterkantje te zien, maar ik ga er gewoon uitproberen en dan zie ik je zo weer terug. Tot zo. Kijk, ik heb nu doorgehaakt tot de aangegeven markering van links naar rechts en weer terug en ik was echt heel erg benieuwd of dit zou lukken, want je krijgt natuurlijk wel dat je aan de achterkant nu gaat haken in plaats van in het rond. En ik leg even de camera neer en dan ga ik even aan de achterkant precies hetzelfde doen, dus hoe je dus je mouw aan het voorpand haakt. Dus het gaat eigenlijk om die zijkanten. Je gaat links en je gaat rechts en je houdt het patroontje aan en dan zie ik je zo weer terug. Tot zo. Ik heb nu even het werk goed neergelegd. Ik ga de draad even afknippen van de voorzijde of de achterzijde, dat maakt niet uit, het zijn gelijk die panden. En omdat ik natuurlijk al geoefend heb, kan ik het nu uitleggen weer voor de camera. Je maakt dus een opzetlus. Als je je draad er nog aan zit, dan blijft er gewoon aan je haakwerk zitten, maar ik maak nu even een opzetlus, want ik ga nu even kijken of ik het goed kan laten zien naar deze steekmarker werken vanuit de oksel. Dus dit is al de stuk oksel die we gedaan hebben. Dan zet ik dus de draad vast in het midden van de oksel en ik maak daar gewoon eigenlijk een middel van een halve vaste mijn draad vast. Dan ga ik even een beginnetje maken dat ik naar boven ga. Kijk, en dit is de mouw, want hier liggen mijn stokjes natuurlijk horizontaal. Ik ga mijn draad naar boven werken, ongeveer 3 stokjes omhoog. Nog één. Nou, dit is al hoog genoeg. 1, 2. Ja, voor het begin te maken. En dan ga ik dus het patroon, en dat moet ik er even bij pakken, want dat heb ik nu niet hier bij me. Momentje, dat ga ik even pakken. En ik zie dat ik hier geëindigd ben met toer 6 en ik begin nu dus met toer 2. Toer 2 begin je dus weer opnieuw. En dat betekent een vaste, of een vaste, een verlengd stokje, een losse, 3 stokjes en een samengehaakt stokje, dus allemaal verlengde stokjes. Maar omdat ik het eigenlijk, ik wil het eigenlijk wat rechter hebben, dus ik begin nu niet met het eerste verlengde stokje, maar ik ga nu 1, 2, 3 verlengde stokjes maken. Zie je, dan sluit het beter aan op de mouw. En dan ga ik deze 2 steken weer samen haken. Zo. En dan ga ik 5 losse maken. 1, 2, 3, 4, 5. En dan ga ik heel toer 2 vervolgen. Maar het gaat om de aanhechting. Kijk, dit draadje waar we net aangehecht hebben, die ga ik lekker afhechten. En dan zie je mij aan de linkerkant van de trui weer terug. Dus kijk, dit is de rechtermouw, deze kant, dit is de rechtermouw en bij de linkerkant zie je me weer terug. Tot zo. Nu zijn we dus bij de linkerkant van het pand en de mouw. Dus dit is de mouw en hier is het pand. En het is lastig uit te leggen, maar ik bedoel dus dat je nu dus de mouw links aan het voorpand moet haken. En dan sla je 1, 2, 3 stokjes over. Kijk, deze zijn horizontaal. En daar ga je in en je maakt een halve vaste. En dan ga je je draad omhoog werken. Insteken, doorhalen. Insteken in het volgende stokje, doorhalen. En die stokjes liggen dus horizontaal omdat dit de mouw is. En
Kijk, als je ze hoog hebt gehaakt als een verlengd stokje, dan ga je weer je werk keren en dan keer je echt je band zo. En dan heb je hier dus het beginstokje gemaakt met omhoog werken en dan ga je aan de achterzijde verder met je volgende toer. En de volgende toer, die is dus toer 3 in dit geval. En toer 3 is 2 verlengde stokjes en 1 samenhaken. En het is een beetje raar om te zien, omdat je zo moet kijken. En dan deze haak je weer samen en 2 verlengde stokjes en dan is dit je begin verlengde. En dan is dit ook je begin van je toer en wel handig als je daar een steekmarker weer inzet, want doe je dat niet, dan zie je door de bomen het bos misschien niet meer, maar dan zie je in ieder geval van hier zit de aanhechting van de mouw en dan ga je gewoon het patroon vervolgen zoals het, zoals je eigenlijk uitkomt, want iedereen komt natuurlijk anders uit. Kijk, en hier doe je die 3 losse, 2 verlengde stokjes, 3 losse. Maar het ging om de aanhechting, zodat je weet dat je mouw aan het voor- of achterpand zit. Want je haakt gewoon eventjes tot de steekmarker het patroon door. Dus van links naar rechts en terug. En dan zie ik je straks weer terug. Tot zo! Je hebt nu doorgehaakt en je hebt de mouwen, zeg maar, meegehaakt, hè, de zijkanten. En dan ga je hem even passen en ik heb er een paar clipjes in gezet. En even kijken of de camera mee kan nemen. Kijk, als je ziet. Want deze afstand en deze afstand is ongeveer 5 centimeter. En dan heb je natuurlijk nog, ik heb die clipjes hier vastgezet, omdat ik aan het passen was. En daarbij kwam ik aan tot mijn schouder. En dan ga ik even kijken hoe ik het beste uit kan leggen. En dan hoop ik dat de camera even goed stil kan gaan staan. Kijk, ik pak hem even hier op. En dan ga ik dus dit dus vastnaaien. Gewoon met een stopnaald en een draad. En dan heb je deze ruimte hier. Die heb je over. En die doe je naar de binnenkant en die zet je dan aan elkaar. Dus ik zal even nog een clipje pakken. En dan klip ik hem even in het midden vast. En dan zet ik hem heel eventjes zo hier vast. En dan worden die mouwen dus zo van hier naar hier vastgenaaid en van hier naar het begin vastgezet. Dus het is een beetje moeilijk filmen, maar je zet hem dus gewoon vast en je zet hem aan deze kant vast. Zie je? En dan is dit de mouw. Die komt er dan, als het goed is, en je zet hem er netjes in. En aan de andere kant doe je precies hetzelfde. En dan krijg je eigenlijk meer een boothals. En aan deze kant doe je precies hetzelfde. Ook deze kant. Trek je zo die mouwen en dan zet je ze vast, maar dan wel natuurlijk aan de verkeerde kant. En dan haak je of naai je hem dicht met een stopnaald. En dan krijg je zo meer een, ja, een beetje pofmouwtje wordt het dan. Maar ja, dan ga je hem weer passen en dan kijk je of hij past. En dan ga je de mouwen uiteinden nog doen als je dat wil. Ik ga dadelijk minderen hier en ik zal onder de video zetten hoeveel ik geminderd heb, zodat ik dit een beetje aansluit aan mijn arm. En dan ga ik hem nog netjes afwerken, gewoon met een rij vaste of halve stokjes, net wat je mooi vindt. En ik zou zeggen,
Ja, dankjewel voor het kijken. De duimpjes omhoog, abonneren, hier op mijn foto klikken. En tot de volgende video. Tot ziens! Als het goed is, heb je nu de hele uitleg gekregen over de Leaf Sweater. Ik zou zeggen graag tot de volgende video. Stuur je foto's in en abonneren. Ja, duimpje omhoog, abonneren, hier onder mijn foto klikken. En tot de volgende video. Tot ziens!